Welkom bij Rob Chakra Healing. Algemeen verhaal over chakra's. Een chakra is een draaiend energiewiel. Hier aan de voor- en achterkant van je lichaam zitten chakra's. Zijn met elkaar verbonden. Ik duid het hier aan bij mijn keel, bij mijn nek, om maar een voorbeeld te geven. Dat is makkelijkst aan te geven voor mij. Zijn verbonden met elkaar door een soort energetische buis. En kunnen elkaar daardoor energie geven. Hè? Beide kanten komt de energie binnen. Kan er ook weer uitgaan. En die chakras zijn ook weer via een verticale buis dwars door het midden van je lichaam met elkaar verbonden. Je zou kunnen zeggen een soort energetische ruggengraat, maar dan niet bij je rug, maar dwars door het midden van je lichaam loopt die heen en komt via je voeten, je voetchakras, komt dat weer eruit. En hier bij je kruin komt het eruit, je kruinchakra en in je handpalmen bij je handchakras. Oké. Die chakras draaien rond, die geven jouw energielichaam om jou heen, je aura, geven ze energie, voorzien dat van energie. Maar het is ook omgekeerd, want hoe jij met jezelf omgaat, hoe jij in het leven staat, hoe jij denkt over jouw leven en over het leven, maakt hoe die chakras en die aura zullen functioneren. Oké. Ik ga het vandaag hebben over het vierde chakra. Het vierde chakra wordt ook al genoemd je hartchakra. Het is dus verbonden met jouw hart. Het geeft jouw hart energie. En het zit dan ook precies op dezelfde hoogte als jouw hart. Maar dan in het midden van je lichaam. In je aura, in je energielichaam. En ook aan de rugkant zit er een. Ben jij nu bijvoorbeeld teleurgesteld geraakt in het leven? Ben je boos op God die jou in de steek heeft gelaten? Ben je teleurgesteld geraakt in je partner die jou heeft laten zitten ergens mee? Kortom, zijn er dingen gebeurd in jouw leven waardoor je in mensen of in God of noem maar, of in jezelf teleurgesteld bent geraakt? Dan zal dat chakra van kleur gaan veranderen. Dan zal dat hartchakra kleiner worden. Nou, als zo'n hartchakra kleiner wordt, betekent het dat jouw hart minder energie krijgt van dat draaiende chakrawiel. Dat kan dus maken dat jij bijvoorbeeld problemen gaat krijgen met je hart. Dat jij hartritmestoornis gaat krijgen of jouw bloedvaten daar in dat hart, die gaan bijvoorbeeld verstopt raken. Aders, slagaders, kransslagaders. Maar wat ook interessant is, wat je direct gaat merken, zodra je teleurgesteld bent door iemand, omdat er iemand bijvoorbeeld misbruik van jou heeft gemaakt, dan krijg je ook knieproblemen, omdat jouw knieën hebben verbinding met je hart. Die knieproblemen die ontstaan doordat dat kniechakra dan ook weer kleiner gaat worden en dan problemen gaat geven. Hè? Want je op een gegeven moment krijg je meniscus of je moet een kunstknie in een heel erg stadium of noem maar op. Hè? In ieder geval bij die knie gaan dan ook bloedvaten dicht. Nou, om dit te voorkomen of te herstellen is mijn voorstel: ga weer leven vanuit jouw hart. Ga weer spontaan vanuit je hart leven. Laat het hoofd even los, die controletoren, dat heb je niet nodig. Ga gewoon leven vanuit je hart. Vertrouw het leven weer. Weet dat er altijd misbruik van je gemaakt zal worden. Zo'n soort wereld is dit nu eenmaal. Maar jij wordt goed beschermd als jij vanuit je hart leeft. Want dat betekent dat je dan een puur mens bent. Dat betekent dat, ik weet niet of je gelooft in God, maar in ieder geval dat je veel steun krijgt vanuit die bovenwereld, omdat je heel puur bent. Nou, durf alles te zeggen wat er in je opkomt. Ga weer leven vanuit je hart. Want echte spontaniteit, die komt niet vanuit het hoofd. Die komt gewoon vanuit jouw gevoel en vanuit jouw hart. Dit is mijn verhaal over het vierde chakra. En ik wil je bedanken voor het kijken. Ik wil je ook vragen, abonneer je gratis op ons YouTube kanaal. Aloha Spiritual TV. En krijg de updates thuis. Kost je niks, verplicht je tot niks. En ik wil je vragen, bekijk ook de andere chakra sessies. Omdat je krijgt dan een meer zicht op jouw leven. Waarom de dingen gaan zoals het gaan. En dan als je dingen gaat begrijpen, kun je ook dingen veranderen daarin. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Welkom bij Rob's Chakra Healing. Ik ga het vandaag hebben over het derde chakra. Het derde chakra, dat wordt ook wel genoemd je zonnevlechtchakra. Even terug naar af, wat chakra's zijn. Een chakra is een draaiend energiewiel. Die energiewielen die zitten in het energielichaam om jou heen. Dat is jouw aura.